Terwijl iedereen zich opmaakt voor de kerstdagen, zijn wij in de gelukkige omstandigheid om weer een mooie reis te maken. Dit keer Thailand. En Bert, als je kijkt, ik heb een nieuwe pet. Op onze trip naar Thailand maken we een tussenstop hier in Shanghai. Een layover van maar liefst 5 uur. En op de terugweg hebben we hier zelfs een layover van 8 uur. En dan gaan we ook proberen de stad in te komen. Maar daarover later meer. Wat mij nu hier vooral opvalt op deze zaterdagochtend, is dat het zo ontzettend rustig is nog. Verzwijnen. Van het druilerige Shanghai naar het zinderend hete Bangkok. We hebben nog nooit zo snel de procedures doorlopen. De koffers zijn er al. Nog één ding, een taxi regelen en dan naar ons favoriete hotel in Bangkok. Uur geleden zijn we vertrokken in Nederland en nu zijn we aangekomen bij ons meest favoriete hotel hier in Bangkok, Parai Plaza. En daar zit als het goed is een speciale gast op ons te wachten. Zo net belde ik jullie nog van, zijn jullie er al? Zijn het eten bestellen? Hoe laat komen jullie? Tot net geslapen, toen dacht ik, nou, ik wacht op hun, ga eten bestellen, allebei. Maar laten we samen gaan eten. Niks. Ching. Kijk, we zijn in Bangkok, dus we gaan shoppen. Ga je mee? Oh, wacht. Het is bijna kerst. Sfeermuziek. Ik kijk nog steeds naar Wereldreis TV en als je al meer hebt gezien op ons kanaal, dan weet je dat we nooit lang op één plek blijven. Ook nu gaan we weer een etappe verder. We gaan naar Chumpon. Thank you.
We zijn ongeveer 2 uur onderweg. Het is nu wel tijd voor een sanitaire stop. Na een uiterst comfortabele autorit van zo'n 6 uur zijn we aangekomen in Chumpong. Vanaf hier nemen we de boot naar Koh Tao, maar dat is morgen pas. Vandaag blijven we bij deze fantastische homestay hier aan het water. En wat een uitzicht. De eigenaar van de homestay heeft ons zojuist de berg opgebracht. En van hieruit hebben we een prachtig overzicht hier over Chumpon en de zonsondergang.